Wat is dat voor ding? Dat is een actiecamera. Die kreeg ik bij de uitrusting. Heel vroeger ooit. Kijk, je zet hem aan en het stuurt de beelden direct naar je mobiel. Oh! Ah! Hey, we zijn op tv. Oh, hallo allemaal. Cool. Kan niet mee filmen als ik dit doe? Tada! Ciao, ciao! Nou, laat eens zien hoe hard je kan, Leo. Oh, daar gaat-ie. Wow! Oh, gaat het wel? Ja, gewoon lang niet mee gedaan. Wow! Oh! Dat is te gek! Ik probeer het gewoon nog eens. Leo! 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 Wat is dit? Ik denk beelden van de camera van Leo. Maar wacht eens, dat zijn wij toch? Gaat het wel met je, Leo? Ja. De strijd van de boards wordt echt een regelrechte ramp. Wil je dan misschien wat skateboardles hebben? Ja, graag, Bob. Ik wist niet dat jij een skater was. Niet van mij, van Wendy. Hè? 3 keer Lentestad kampioen. Nou, eigenlijk 4 keer, maar dat geeft niet hoor. Vooruit, sta eerst maar eens even op. Knieën gebogen, armen uit voor je balans. Ja, zo ja, Leo. Dan kan je nu je bord op. Oh. Oké, en dan met je achterste voet afzetten. Ja! Oh! Wow, heel goed! Ik ben super! Goed zo! Nu alleen nog even leren hoe je zelf moet stoppen. Stoppen? Oh, ja, dat is ook wel handig. Hey, Leo! Wat ben je aan het doen? Oh, ik was Wendy even wat van mijn vette skatekunstjes aan het leren. Oh ja, is dat zo, Leo? Het skatepark is klaar. Kanjers, tijd voor de strijd van de boards. Oh, klaar, Leo? Kom maar op. Niet echt een heldin dus. Help! Wat was dat? Oh nee! Amira! Ah! Wat deed je daarboven, Amira? De boomhut is nog niet klaar. Ik heb blijkbaar niet lang genoeg gewacht tot het cement droog was. De beker! Die ligt er nog! Oh, wat heb ik gedaan? Rustig maar, Amira. Ik pak hem wel. Wendy, dat is te gevaarlijk. Oh, ik kan er niet bij. Hij ligt net iets te ver. Ik laat je zakken. Bob, trek me snel weer omhoog. Ga je! Mijn grote held! Wat is er gebeurd? Het spijt me zo. Ik kon niet wachten tot alles klaar was. En nu hebben we geen clubhuis. Het komt nog wel op tijd af. Toch, Wendy? Team, er is een nieuw schema. Dus ik wil alle bumpers dezelfde kant op. Nu! Nou, je bent beter in het opruimen van boomhutten dan van stenen, Scoop. Ja, die wiebelen niet zo erg.
controleren of het cement wel helemaal droog is. Voordat we in de bomen kunnen. Toch, Wendy? Dat klopt, Tamira. Ja, het cement is droog. Dus de boomhut is klaar voor gebruik. Geweldig! Wow. Oh, echt te gek! En, bevalt die? Ik wil er ook een. Ik wil er ook een. Ik wil er ook een. Ruimte in je schema voor nog 3 boomhutten? Natuurlijk. Ik ben tenslotte toch een held. Was lang niet zo zwaar als ik dacht. Scoop, wat heb je nou weer gedaan? Het spijt me, Bob. Ik wilde net zoals Sky zijn en een record breken. Nou, je hebt absoluut iets gebroken. Oh, nee toch. De pretrace begint al over een uur. En we zijn nog niet klaar met de touwbrug. Oh. Oh, nee. Zo gemakkelijk geven we niet op, team. Wij kunnen dit maken als we onze beste eigenschappen combineren. Lifty, ik heb je geweldige gewichthefkracht nodig. Komt voor elkaar, Bob. En Muk, ik heb jouw sterke laadbak nodig. Komt goed. Wat is er aan de hand, Scoop? Oh, ik heb alles in de war geschopt voor Sky's pretrace. En ik was trouwens niet eens goed in sport. En Scoop? Ja, Bob? Jij bent in alle opzichten een alleskunner. Ik heb jouw snelheid, behendigheid en graafkracht nodig. Oké, Bob. Kunnen wij het maken? Nou en of! Dat is de juiste mentaliteit! Aan de pretrace is dat je pret hebt en radijsjes eet. Hup! Dit ga je winnen, Wendy! Oh, oh. Hoi, pap! Doei, pap! Oh, ik had een trainingspak aan moeten trekken! Is een mooi staaltje touwwerk, al zeg ik het zelf. Ja! Allemaal hartelijk gefeliciteerd. En deze is voor jou, jonge Scoop. Oh, wauw! Waar is het voor? Je hebt een nieuw record gehaald. De band over de lantaarnpaalworp. Bedoel je... dat ik een wereldkampioen ben? Zo cool! 3 hoeraatjes voor Scoop! Hiep, hiep! Hoera! Hiep, hiep! Hoera! Hiep, hiep! Hoera! Ja, cool hoor, zeker. Maar hoe krijg ik die band er weer vanaf? Garage. Yep, ik kom eraan. Joris wil dat ik de motor probeer. We zien je op de werkplaats. Oh, het parcours ligt er zo mooi bij. Ja, ik zou echt willen dat we morgen ook mee konden doen aan de race. Ook al mogen we morgen niet meedoen met de biker race, we kunnen nu toch een race houden tussen machines. Wat denk jij? Vooruit dan! Woehoe! Oh. Oh, hemel. Oh, Muk, Scoop. Wat hebben jullie gedaan? Oh, Bob, we hebben er zo spijt van. We wilden alleen maar net als jij racen. Dat weet ik, Scoop. Maar nu is er misschien helemaal geen wedstrijd. Oh, nee. En ik keek er nog wel zo naar uit om jou te zien winnen. Het wordt gauw donker. Ik denk niet dat het tijd is om dit op te lossen. Dan werken we de hele nacht door. Alsjeblieft, Bob, mogen wij dit oplossen? Ga toe, Bob. Scoop heeft gelijk. Wij kunnen dit, of niet soms, Leo? Yep. Zo makkelijk lig je niet uit de race, Bob.
Oké, jongens. Kunnen wij het maken? Nou en of! Goed, Bob. Ik weet zeker dat je de race gaat winnen. Dank, Scoop. Maar ik denk niet dat de gemaskerde biker de hele nacht op was. Nou, ik denk het wel, Bob. Waar heb jij het over? Nou, we wisten niet of we het moesten zeggen. Maar Leo is de gemaskerde biker. Jemig. Net als ik denk dat jullie twee niet gekker kunnen doen. Maar het is misschien niet eens zo'n heel gek idee. Wendy, waar ben je? Hoi Bob, ik wilde je even laten weten dat ik een beetje aan de late kant ben, maar ik ben zeker op tijd voor de race. Oké, maak je geen zorgen. Hé, heeft Scoop je zijn gekke theorie verteld dat Leo de gemaskerde biker is? Net zoals Mila en Jan-Jaap. Hey Bob, doei Bob. Lijkt makkelijk. Au. Dat was meer een krulletje dan een S-bocht. Is het de bedoeling dat het zoveel pijn doet? Het allerbelangrijkste is dat je je concentreert. Woehoe! Bob? Ik denk dat ik het een beetje begin te snappen. Oh-oh. Oh, nee. Mooie buikschuiver, Bob. Gaat het wel? Oh, ik hou echt niet van de winter. Wauw, Bob kan echt zo goed snowboarden. Mag ik het nu ook een keertje proberen? Ik heb alleen sneeuwkettingen voor Lifty. En zonder kun je niet op de sneeuw rijden. Want dan glip je en glij je overal heen. Mup mag wel op de sneeuw en die heeft ook geen sneeuwkettingen. Ja, maar zijn banden geven extra grip. Sorry, Scoop. Oh, ik zou ook heel goed in snowboarden zijn. Oké, Lifty. Til de dwarsbalk mijn kant op. Dan maak ik hem vast aan de steunpilaar. Zet maar aan, Leo. We kunnen beginnen. Oké, Bob. Stoeltjes lift is klaar. Gruwelijk! Willen deze snowboarders de eerste afdaling nemen? Ja, graag. Bedankt, Team Bob. Gaan we nu sneller? Dat is niet de bedoeling. Titus, ga van die knop af. Chef Appel, kijk uit. Je eten neemt de benen. Hey, kom terug jij. Titus. Schip op te laten stijgen. Misschien wil hij wel naar huis. Bob, doe toch iets! Vlug! Hermes. Hé, Titus. Heb je misschien zin in een boterham met sardientjes à la Bob?
tenminste één iemand die het lekker vindt. Leo? Chef Appel? Zijn jullie oké? Oh nee. We hebben nog maar een uur voordat de gasten komen en we moeten de keuken nog afmaken. En ik moet mijn buffet nog afmaken. Burgemeester Bennebroek is de eregast en zij is echt nooit te laat. We kunnen beter gaan bouwen. En ik kan beter gaan koken. Voilà. De kleine groene man is helemaal niet naar huis gegaan. Hij heeft besloten om te blijven. Hij is hier. Ik zal proberen met hem te praten. Wees gegroet, ruimtetoerist van een ver afgelegen planeet. Ik ben je vriend, Muk. Hallo, Muk. Het praat. Leo en Titus. Ze heeft groene verf onder haar pootjes. Dus het was helemaal geen kleine groene man. Maar een kleine blauwe kat. Nu voel ik me een beetje dom. Oh. Je bent uiteindelijk toch best een klein vriendelijk wezen. Het gaat niet snel genoeg. Zo gaan we het nooit op tijd halen. Oh. Oh. Huh? Dat jij opgegroeid bent met paarden, Wendy. Oh ja, ik reed echt heel erg vaak. Op de houten paarden van de draaimolen. Nou, Bob, dat was een slimme manier om een paarden terug te krijgen. Ik hoop dat je een ander goed idee hebt om ze in de stallen te krijgen voordat het donker wordt. Er zit niets anders op dan hard te werken en opnieuw te beginnen. We bouwen ze gewoon weer op. Al duurt het de hele nacht. Oh, Muk. Ik heb iedereen teleurgesteld. De stallen waren al lang afgeweest als ik de paarden niet had laten schrikken. Een echte cowboy zou zoiets nooit doen. Was er maar iets dat ik kon doen om het goed te maken. Goed, dit is het plan. Wendy en Lifty blijven met mij op het erf om de stallen te herbouwen. Leo, jij mag Scoop en Muk terugbrengen naar hun garages. Zo kunnen er tenminste een paar goed slapen. Al geldt dat niet voor de paarden. Al dat gegalopeer, nu kunnen ze nergens slapen. Ze zullen morgen veel te moe zijn om zelfs maar naar de baan te lopen. Geen plek voor ze om te slapen? Wacht even, Bob! Ja? Nee, Titus, dat is niet voor jou. Trusten, Mac. Goeienacht, slaap zacht en rij vooral niet in de gracht. Dank je dat je vannacht je garage wilde afstaan. Je had gelijk, Leo. Onze garages lijken ontzettend op paardenstallen. Alleen groot, hè? Ja. Drie garages voor drie vermoeide paarden. Drie emmers met haver en drie emmers met water. Ah, nu voel ik me pas een echte cowboy. Ja. Onder de grote sterrenhemel slapen. Ah, het is net het Wilde Westen. Goed gedaan, cowboy Leo. Je hebt er een echt Wild West-avontuur van gemaakt. Is er een reden waarom we stoppen? Oh, dat is zo. Ik liet me meeslepen om te winnen van Scoop. De Scoop graaft nog door? Ja, sneller dan ooit. Scoop, je kunt nu wel stoppen. Jij hebt gewonnen. Ha, leuk geprobeerd, Muk, maar daar trap ik niet in. Je wilt dat ik stop, zodat jij kunt winnen. Nee,
Het kan me niet schelen als ik verlies. Maar mij wel. Ik wacht al tijden om deze bouw te beginnen. Ik ken het gevoel. Dit is een spannende tijd voor Lentestad. Bob? Niets is te vergelijken met zo'n drukke bouwperiode. Bob? Wendy? Je zit veel te diep, Scoop. Ik zei, net zo diep als 3 bussen, weet je nog? Hier past gewoon een heel parkeerterrein aan bussen in. Goed, wat heb je geraakt? Het lijkt wel een soort van muur. Laten we het gewoon weer dichtgooien. Sorry, Muk, maar als je iets ongewoons vindt in de grond, dan leg je het werk stil. Je weet het niet zeker, maar deze muur zou wel eens heel oud en bijzonder kunnen zijn. Ik denk dat het een goed idee is om Abid Malik, de archeoloog, te bellen. Arge-wat-oloog? De archeoloog. Dat is iemand die ons dingen leert over het verleden door oude dingen op te graven uit de grond die er al honderden jaren liggen. Huh? Ze zijn gespecialiseerd in opgraven. Maar dat ben ik toch ook? Jij hebt wel genoeg gegraven voor vandaag, Scoop. Geen twijfel mogelijk. Een van de belangwekkendste ontdekkingen in jaren. Dit is buitengewoon. Slecht nieuws. Hieronder liggen resten van een muur uit de Romeinse tijd. Van een fort of een villa waarschijnlijk. Oh, Romeins. Wat is dat? De Romeinen hebben hier zo'n 2000 jaar geleden gewoond. Zij waren goede bouwers. Oh, net als wij. Wat betreft dat bouwen, professor, wanneer kunnen we daar weer mee verder? Nou, noem eens wat. Maar deze opgraving duurt zeker wel een maand. Een maand? Dat is wel heel lang. Ik heb dit in een ochtend gedaan. Aha, dat kan jij misschien doen, maar wij moeten heel voorzichtig graven. Geen wonder dat het lang duurt. Moet je die kleine borsteltjes zien? Nou, we hebben geen keus, denk ik. Het werk wordt stilgelegd. Hallo, allemaal. Oh jee. Ik kom een voortgangsverslag halen voor de burgemeester. Sorry, meneer Spijker. Er zit voorlopig weinig voortgang in. Geen voortgang? Oh, hemeltje. Daar wordt de burgemeester vast niet blij van. Loopt u even mee naar mijn kantoor. Dan krijgt u een mok thee. Die mokken zijn 9 centimeter diep. Zo, dat is absoluut heel royaal, ja. Wat is er, jongens? Ik wilde een grapje uithalen met Lifty. Maar misschien deed ik per ongeluk 1 kaboom te veel. Scoop, een sloopterrein is geen goede plek voor grapjes. Weet ik, Wendy, maar ik kon me niet inhouden. Kijk nou toch eens wat ik gedaan heb. Dat gaat een probleem opleveren. De schoorsteen is verzwakt aan die kant. Als we hem nu opblazen, dan stort hij op de straat neer. Oh, nee. Kun je hem dan nu niet opblazen, Bob? We kunnen hem alleen veilig neerhalen met explosieven, Lifty. Maar eerst moeten we zorgen dat hij de goede kant op valt. En dat begint met dat gat op te vullen. Om er goed bij te kunnen, hebben we een steiger nodig. Wij helpen wel. Ja, en geen flauwe geintjes meer. Dat beloof ik. Oké, team. Die schoorsteen heeft de hoogste prioriteit. We werken snel, maar veilig. Oké, Bob. Begrepen, Gestap, Bob. Bob. Afgezet, Wendy. Goed werk, jongens. Maakt dat ding de grote knal? Dit apparaat veroorzaakt de ontsteking. We sluiten zo de kabel aan en dan kan het gaan beginnen. Oké. Rustig. De kaboom is vast niet zo hard als ik zei. Lifty, sorry dat ik je steeds bang maakte. Ik bedoelde het niet zo. Dat geeft niet, Scoop. Maar ik moet mezelf voorbereiden. Oh, goed plan. Gewoon blijven ademen. In en uit. Denk aan iets leuks, zoals... Zoals poetjes en konijntjes? Ja, zoiets, ja. En klaar. Goed, geef het waarschuwingssignaal. Daar gaat-ie. Met z'n allen nu. 5, 4,
3, 2, 1. Als we erbij kunnen, krijgen we het misschien nog wel op tijd af. Maar hoe? Hij ligt heel erg diep. Ik ga wel abseilen. Stoer zeg. Oké, Scoop. Jij bent mijn anker. Dus je moet stil blijven staan en goed remmen. Goed begrepen, Bob. Lifty, laat je haak zakken als ik het zeg. Ja, Bob. Oké, Lifty. Laat hem nu maar zakken. Komt-ie. En omhoog, Lifty. Woehoe! Bob is een echte dino-cowboy. Woehoe! Het is gelukt! Nog niet helemaal, Lifty. We moeten snel zijn en het park afmaken. Kunnen wij het bouwen? Nou en of! Burgemeester, we zijn bijna klaar voor uw bezoek aan Dino Park. Uitstekend, Bob. Ik verheug me er zo op om het te zien. Ik ook, mevrouw. De dieren uit het krijttijdperk hebben namelijk mijn bijzondere interesse. En vooral onze prachtige Triceratops. Die rivierstaddingen bewegen namelijk niet, weet je? Oeps, sorry. Nog iets vergeten. Wacht, nog 2 tellen. Oké, jongens. Het is klaar. Niet helemaal. Huh? Huh? Waarom maakt hij geen geluid, Leo? Hij is kapot gegaan door de val. En de burgemeester is er al. Geen tijd om hem te maken. Wacht. Ik ken iemand die ontzettend goed kan brullen. Wie is dat dan? Sorry dat u moest wachten. Geen probleem, Bob. Ik ben blij dat het park op tijd af is. Snuffel, pas op! Snuffel, nee! Ah, Muk! Kijk uit! Bob? Weet je, ik ben toch niet zo goed met dieren, geloof ik. Oh nee, joh. Niks van gemerkt. Kan iemand die twee niet uit elkaar houden? Ik moet een pad leggen. Hé, hey, zou hij misschien met de bal willen spelen? Misschien ben je bij nader inzien toch wel goed met dieren. Ha, ik wist het! Oké, het duurt niet lang meer voor de burgemeester met haar kat komt. We maken de klus af. Ja, Bob!
gang is perfect. Hallo, hier is juffrouw Hilde voor de dierenarts. Haar vacht moet eens stevig opgepoetst worden. Oh ja, door de kattendeur, burgemeester Bennenbroek. Wie is mijn mooie kleine schat? Bedankt, heel erg bedankt. Beste Bob, kun jij een foto van ons maken? Hij is voor in de gemeentehuiskrant. Natuurlijk, geen probleem. En lachen. Let op, de camera kan gaan draaien, jongens. Waar is Muk? Daar is hij. En nu verlies ik hem niet meer uit het oog tot ik hem heb ontmoet. Oh, ah. 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 Oh nee! Spring, Bill! Spring! Ah. Ah. Kijk uit! Er is iets mis met de pyrotechniek. Blijf ver uit de buurt. De vonken vallen op de lichten. Straks vliegt de set in brand. Niet tot ze dan menig. Blijf waar je bent. Alles moet worden uitgeschakeld. En dan moeten we snel die vlammen blussen. Zo. Oh, het is weer veilig. Muk, je moet altijd uit de buurt van vonken blijven. Ik weet het. Het spijt me. Door mij viel alles om. En het spijt mij ook. Ik weet niet hoe het kon, maar de pyroapparaten wezen naar beneden. Dat is ook mijn schuld. Ik stootte tegen de stellage en ik keek niet of alles nog goed stond. Alleen omdat ik mijn held wilde zien. Oh, dit is een echte ramp, Bob. Die laatste scène moet echt vandaag. Rustig maar. Wij redden de dag net als Bill Bliksem. Let maar op. Alles staat weer klaar. Maar ik ben bang dat de steun voor het decor beschadigd is. Ik kan hem rechtop houden. Maar Muk, Bill is jouw held. Wil je hem dan niet in actie zien? Ja, maar dat geeft niet. Het was mijn schuld dat de set kapot ging. Iedereen op zijn plaats. En actie. En wederom heb ik de dag gered. En de wereld. Met een flits, knal, slaat bliksem in. Leo, rustig blijven. We halen je naar beneden. Blijf heel stil zitten. Oké. Ik doe mijn best. Oh, ik kan wel bij Leo komen. Probeer in de bak van Muk te gaan staan, Leo. Dat lukt me wel. Het komt goed, Leo. Ik heb je. Goed gedaan. Geweldig. Muk zal je nu heel voorzichtig naar beneden halen, Leo. Heel goed, Muk. Wat was er aan de hand? Ach, gewoon een ongelukje, Scoop. Dank je, Muk. Je bent een echte held. Ik ben geen held, Leo. Het was sowieso mijn schuld dat je daar terecht kwam. Wat? Hoezo dan? Nou, ik kwam hier om Jonna te zoeken en toen siste die draak naar me en toen werd ik bang en toen reed ik tegen de voetbrug en nu is hij kapot. Die maken we wel, Muk. Het belangrijkste van alles is dat je Leo gered hebt. Je was meer bezorgd om mij dan jezelf, Muk. Dat is echt moedig. Waarvan heeft Muk Leo gered? Hem. Die hem is eigenlijk een haar. Oh, ze zit gewoon lekker in het zonnetje na haar lunch.
ze probeerden niet de boom in te klimmen om het te bijten. Nee, jonge komodo's kunnen goed klimmen, maar de ouderen zijn te groot, hoor. Oeh. Ik heb Leo gered, maar het was niet eens echt nodig. Maar ik bedenk nu wel, Muk. Ik wil niet dat bezoekers van de dierentuin bang worden, zoals jij en Leo. Misschien moet die voetbrug toch anders worden? We hebben nog heel veel veiligheidsglas over. Daarmee kunnen we de zijkant ervan bedekken. Oh, je bent een genie, Bob. Ga dat dan maar doen. Oh, Jonna, dat was ik vergeten. Ik heb eieren gevonden op dat terreintje, maar ik zag de mamavogel niet, dus jij moet ervoor zorgen. Eieren? Zulke eieren heb ik echt nog nooit eerder gezien. Welke vogels begraven hun eieren, Jonna? Dit zijn komodo-eieren, Muk. Die zijn vast maanden geleden gelegd zonder dat ik het wist. Wacht eens eventjes. Ik bedoel, het zijn geen... Komodo-varanen zijn reptielen, Muk. En die leggen eieren, net als vogels. Oh. Ik kan ze beter maar meteen naar een broedkast brengen. Ze kunnen elk moment uitkomen. Haal hem eruit. Oh, en een vis. Oh, hij spartelt rond. Kijk uit, Scoop. Remmen. Oh, gelukkig, hij is weg. Wat gebeurt hier? Ik ga erin vallen. Help! Rustig maar, Lifty. Je gaat echt niet vallen. Blijf kalm. Rij langzaam vooruit. Het lukt me niet. Geen van zijn wielen raakt de grond aan, Bob. Wat moeten we nou toch doen? Jammer dat we hem niet binnen kunnen halen als een vis. Wacht eens eventjes. Dat brengt me op een idee. Lifty, niet bewegen. En doe precies wat ik je zeg. Scoop, kom heel langzaam naar voren met je voorschep onder Lifty zijn haak. Aha. Lifty, laat je haak zakken zodat Scoop hem kan opvangen. Wendy, Leo, loop mee en maak de haak van Lifty vast aan de voet van de spar. Help! Het komt goed, Lifty. Hij zit, Bob! Oké, ga maar achteruit. Goed, Lifty. Trek nu heel langzaam je haak in. Heel goed, dat gaat prima zo. En rij nu heel rustig naar voren toe. Ja! Goed zo, Lifty. Dank je, Bob. Het spijt me, Lifty. Ik had niet bij de rivier moeten rotzooien. Ik bracht Lifty in gevaar en we zijn een stuk brug kwijt. Nu kan de race niet doorgaan. Kalm nou maar, Scoop. Door jou kwam het juist weer goed. Echt waar? Ja. Jij zei dat we Lifty als een vis moesten binnenhalen en dat is precies wat we hebben gedaan. Alleen heeft Lifty geen scherpe tanden en stekels op zijn rug. We krijgen de brug nog op tijd af als we goed samenwerken. Kunnen wij het bouwen? Nou en of! Hemeltje, wat een priegelwerk, zeg. Deze moet naar boven, denk ik. Hemeltje. Nee, die past ook niet. Misschien deze. Nee, daar klopt echt helemaal niets van. Die grote is een deel van het been, dus die moet dan hier. Oh, dat past nooit. Hoe zit het met dat kleintje hier? Een stuk van de staart, denk je niet? Of van zijn linkervoet? Nee, hemeltje. Oh, wat is dat? Wat is hier gebeurd? Sorry, Bob. Het is mijn schuld. Ik wilde alleen helpen. Nee, Lifty. Ik ben de schuldige, ben ik bang, Bob. Ik had de hoogte en breedte van het skelet verkeerd om. We kregen het skelet dus niet door de deur. Dus moest hij uit elkaar. En nu weten we niet meer hoe we hem in elkaar moeten zetten. Het gaat vast wel lukken. Ja, toch?
wat nu? Het is eigenlijk net een grote puzzel. Hadden we maar een plaatje van hoe hij eruit zag voordat jullie hem uit elkaar hadden. Wacht! Dat hebben we! Oh ja, joh? We hebben toch een plaatje? Leo nam foto's met zijn mobiel. Heel goed, dat klopt! Oh, daar moet dat ding dus. Oh ja, prachtig, prachtig. Geen tijd te verliezen. Laten we dit doen voordat de burgemeester arriveert. We zijn helemaal klaar. Godzijdank. Een pak van mijn hart. Dan kan ik nu toch nog lekker even lunchen. Nee, wacht. Wat? Er ontbreekt een bot. Maar dat kan niet. Dat is onmogelijk. Waar zou die dan zijn? Snuffel. En nu dan? Snuffel. Hij is braaf. Geef dat bot eens. Snuffel, kom op. Braaf hondje. Mogen wij dat bot alsjeblieft? O hemeltje, de burgemeester kan ieder moment arriveren. Hadden we maar iets lekkers voor Snuffel dat we konden ruilen voor dat bot. Wat? Zoiets als een lekker worstenbroodje? Was. Maar ik hou echt niet van kriebelbeestjes. Misschien zijn ze nu wel allemaal buiten de tent. Dizzy, stil eens. Ik probeer te slapen. Het spijt me, Muk. Ik heb me denk ik aangesteld. Ik had me ook niet door die enge verhalen moeten laten afschrikken. Daar is het nu te laat voor. Oh ja? Ook als we met z'n tweetjes gaan? Jullie gaan toch niet zonder mij? Ja, we gaan met z'n allen. Nou goed dan. Oh-oh. Oh nee. Nee toch. Ik ben bang dat het vanavond weer boterhammen met sardientjes worden, Titus. Maar wat niemand wist, was dat er iets vreemds door het bos sloop. En wat gebeurde er toen? Ik zie daar een kampvuur. Dat moet Leo zijn. Oh. Het gromde en het grauwde in het donker. Het had hele felle ogen die je aanstaarden. En het schreeuwde zo angstaanjagend dat je haren ervan verbleekten. Voor je het wist. Oh, dat klinkt helemaal niet goed. Stel je toch niet zo aan, Muk. Doe je licht aan als je bang bent. Oh. Oh. Ah. Het monster! Als haar verbleekt. Stel je niet zo aan en laat mijn hand nou eens los. Allebei. Dat deed ik zodat jij je veiliger zou voelen. We moeten hier blijven zitten tot de lichten weg zijn. Zal ik jouw hand vasthouden? Ze kan niet praten, Scoop. Weet ik. Er is nog één probleem. De parachute is stuk en
en er is geen reserve. Stella kan niet de ruimte in zonder parachute. Anders kan ze niet meer veilig terugkeren op aarde. Hmm. Huh? Bob, ik denk dat ik wel weet hoe het kan. Lifty, heel voorzichtig alsjeblieft. Goed gedaan, Lifty. Laten we naar de controleruimte gaan. Kunnen wij lanceren? Denk je? Oh, wat spannend. Je moet wel een beetje geduld hebben, Jan-Jaap. Daar gaan we. Met z'n allen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stella! Je kunt het! Breek dat record, mooie kleine raket! Ja! Het is gelukt! En waar is Stella nu dan? Daar! Wat een goed idee van je om de parachute te maken van het spandoek, Lifty. Door jou kon de lancering doorgaan en kon Stella weer veilig landen. Precies zoals ik wilde. Goed gedaan, Lifty. Goed gedaan, mee. Dank je, Bob. Stella heeft het record gebroken. Als je zin hebt om nog een record te verbreken, mee, kun je dan een raket maken zodat ik de eerste kraan in de ruimte ga worden? Lifty, de ruimtekraan. Interessant voorstel. Is zien. Ja, dat zou kunnen. Maar dan moet ik een raket hebben van 100 meter en een platform dat zo groot is als Fixem. Bob, kunnen wij dat bouwen? Natuurlijk. Het duurt alleen een... Ga door, Lifty. Je kan het wel. Rustig doorgaan zo. Goed gedaan, Lifty. Yay! Mogen we er nu dan in? Dat heeft Bob beloofd. Het komt goed, want Bob houdt altijd zijn belofte. Zijn Leo en Muk er nou nog steeds niet? Nee, dus ik begin nu wel een beetje ongerust te worden. Ik probeer ze nog wel een keer te bellen. Kunnen we er echt nog wel in vandaag, Wendy? Dat gaat zeker lukken, Jan-Jaap. Ik weet iets. Zullen we anders ondertussen een spelletje doen? Ja, leuk. We doen verstoppertje. Ik tel tot 10 en jullie verstoppen je. 1, 2, 3, 4, 5. Kom op, Leo. Neem nou op. 6, 7, 8, 9, 10. Ik kom. Is iedereen? Hallo? Leo, waar zit je? We hebben die haken en platen nodig. Sorry, Bob. We zijn eventjes gestopt en een beetje in slaap gevallen. Wat? Maar maak je geen zorgen. We komen zo snel mogelijk. Alleen Muk nog wakker zien te krijgen. Nou, schiet wel een beetje op. Ik heb je gevonden. Ik heb Bob. Ik had me niet echt verstopt, Lifty. Oh. Vandaar. Muk, word wakker. Muk! Muk! Dat zijn 10 helmen op 1 grote stapel. Tada! Yeah! Yeah!
Leo en Muk zijn onderweg. Oh, 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 oh. En daarom dragen we dus altijd een helm op een bouwplaats. Weet ik, zal ik Lifty zijn hijslied zingen? Nou, ik hijs in de morgen en ik hijs elke avond en ik hijs ook elke middag. En die verbindt de morgen met de avond en dat is hoe de tijd ook werkt. En nu allemaal! Oh nee, nog meer geluiden. Wie is daar? Oké, niemand. Alleen ik. En het spook. Ik ben niet bang. Ik ben niet bang. Ik ben niet bang. Ik ben wel bang. Ik ben wel bang. Ik ben wel bang. Als Bob hier nog niet van schrikt, dan weet ik het niet meer. Hey, Bob! Als je je hand nou eens hierin stopt... Aha. Oh, wat vind ik hier? Een toffeeappel! Ook zo lekker! Wauw! Ik snap er niks van. Ik had die spin toch hier... Ah! Oh! Oh. Die ingang wordt zo cool! Bob! Wendy! Het spook is er! Ja, graag gedaan hoor! Oh jongens, toch! Wat is dat? Het lijkt op een spook! Het spook komt eraan! Wegwezen, team! Nu! Oh. Huh? Oh nee, hoe krijg ik hem nou weer terug? Allemaal mijn schuld. Ik help wel! Gaat aan de slag, we werken als een team. Bezig met van alles wat en handig bovendien. We zijn een team, 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 team. Iedereen doet mee, high five! Hey Tony, weet je dat Chef Appels Milkshake Bar een hele gave plek gaat worden? Nou, ik dacht, misschien kunnen we ook iets tofs doen met het cement. Iets tofs. Je weet wel, experimenteren, nieuwe ingrediënten, wat door elkaar mixen, zien wat er gebeurt. Oh nee, je moet nooit rommelen met cement, Scoop. We maken normaal cement. Normaal cement? Oh ja, plat, glad en heel erg grijs. Oh. Goed, ik heb iemand nodig om mijn milkshake-creaties uit te testen. En die me kan vertellen welke echt het allershake-tastiest is. Ik weet niet zeker of ik je kan vertellen welke het shake-tastiest is. Ach, dat is simpel. Het enige dat je hoeft te doen is deze schuimige, romige, zoete, fruitige, yummy lekkernij te proeven en te zeggen wat je denkt. Ik wil wel. Oké, ik doe het ook wel. Wij houden hier een proeverij. Hey Scoop, hoe gaat het? Niet zo. Ik wilde gaaf cement maken voor Chef Appels Milkshake Bar. Maar Tony wilde liever gewoon normaal cement maken. Een handje van dit en een partje van dat.
eentje van dit en daar eentje van. En een paar van deze jongens. Ah, ja. Ik hou ervan om nieuwe mixen te proberen en nieuwe kleuren te creëren. Klaar en mixen maar! Wauw! Alsjeblieft, de appeltijdelijke chic-tastische verrassing. Versie 1. Dat is werkelijk shake-tastisch. Het is oké-tastisch? Alleen maar oké-tastisch, hè? Nou, ik wil wel iets meer horen dan oké-tastisch, Bob. Ik probeer eens even iets anders. De kleuren om uit te kiezen. Dat is het! Ik gebruik niet twee liedjes. Ik gebruik er 4! Waar is mijn mobiel nou weer? Daar ligt hij. Oké. Bob, Wendy! Ik heb iets heel ergs gedaan. Oh, Leo. Daar zal chef Appel denk ik niet zo blij mee zijn. Hoe heb je dat nou weer voor elkaar gekregen? Ik had een briljant idee voor een goede mix. En toen ben ik waarschijnlijk zonder het te merken in de verf gaan staan. Ik snap dat je het spannend vindt om de muziek voor het feest te regelen, Leo. Maar er is nog heel veel werk te doen. Sorry, Bob. Ik had me moeten concentreren op de bouw. Ik beloof dat het nooit meer zal gebeuren. Oké. Maar het moet overgeschilderd worden voor de chef terugkomt. Dan haal ik de vloer weg. Nee, Leo! Wat is dit? Wat vindt u van mijn briljante vloerontwerp, chef? Kijk, het zijn net dansende voeten. Maar als u het niks vindt, kan ik er zo weer overheen schilderen. Vraag het niet. Dat is mooi. Je bent een genie, Leo. En nu weet ik ook welke kleur de discoruimte moet krijgen. Welke kleur dan, chef? Alle kleuren. 1 wandblauw, 1 rood, 1 groen en 1 geel. We kunnen elke kleurencombinatie maken die je wilt. En ik wil meer voeten. Overal. Rustig aan, Lifty. Zo, de eerste rij is klaar. Gaan we dan nu de tweede rij doen? Nee. We laten deze eerst draaien. Ik wil Bob verrassen. Haal jij de rem eraf, Leo? Oké. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Dat lijkt me niet goed. Oh, nee. Bob, kijk. We hebben vooruit gedacht. Maar wacht eens even. Ze staan te dicht bij elkaar. Oh. Hemeltje, mijn prachtige turbines. Ik denk dat ik de burgemeester deze tegenslag toch echt moet melden. Oh nee, ik heb de windmolens vernield. Scoop. Oh Bob. Ik wilde ruimte maken voor meer windmolens in de toekomst. En daarom liet ik Lifty de blokken dichter bij elkaar leggen. Ik zei nog dat het niet slim was, Scoop. Je had je aan het plan moeten houden. Maar dat deed ik, dacht ik, door vooruit te denken zoals meneer Spijker zei. Ik vind het zo erg, Bob. Het is oké. Het probleem is dat we nu nog maar 3 werkende turbines over hebben.
die geven te weinig stroom voor het zeedierenpark. En de burgemeester had bedacht om vanavond al over te schakelen. We hebben een nieuw plan nodig, Bob. Als we nou maar zonnestroom konden gebruiken en niet alleen stroom van windmolens. Haha, je bedoelt zonne-energie, Scoop. Oh ja, zoals de dierentuin. Briljant, ik heb opeens een idee. Maar we moeten snel zijn. Aan de slag, team. Zeker? 100%! Dizzy! Ik ben zo terug, piraten! Waar was ik? Oh ja. Hier komt de piraat die we alle vrezen. Kapitein Zeekoek, een beestachtig wezen. Mooie piraathoed heb je, kapitein. Huh? Wat is er zo grappig daar? Blijf van mijn goud, jullie snode dieven. Of mijn krachtige zwaard zou jullie wel draad doorklieven. Nee. Dit is niet het goede kostuum. Pak aan. En daar. Dit is een regelrechte ramp. Sam, stop. De kostuums zitten in de rode doos. Is alles goed met jullie? Ja, zeker. Absoluutelijk. Gelukkig. Maar ik denk dat we even moeten stoppen met de repetitie totdat meneer Spijker terug is. Mm. Wow, Dizzy. Je maakt er wel een spannende voorstelling van. Alles komt goed, jongens. 'S middags een flop, 's avonds top. Beloofd. Hi ho, ik ben terug. Is dit nog nat? Het zal nu wel droog zijn, meneer Spijker. Ik heb snel drogend cement gebruikt. Goed zo. Ziet er goed uit, Bob. Huh? Wacht eens even. Dat zijn langzaam drogende cementzakken. Uh-oh. Meneer Spijker, blijft u daar staan. Verzet geen stap meer. Wat? Wat? Oh, nee. Kan iemand deze kist onder mijn billen vandaan halen? Het spijt me zo. Ik was afgeleid door het toneelstuk en heb Leo daardoor het verkeerde cement gegeven. Oh, Dizzy. Het langzaam drogend cement is morgen pas hard. Hoe moet het publiek dan naar hun stoelen? Ja, het begint al over 2 uur. We moeten de voorstelling afzeggen. Oh. Het spijt me verschrikkelijk, jongens. De show is al voorbij en er ging niet 1 piraat over de loopplank. Dat is het. We bouwen met de extra planken over het natte cement een houten pad. Goed idee, Dizzy. Dank je. Ik zit er vol mee. Juist, maatjes. Kunnen wij het maken? Ja, kapitein! Oké, Wendy. Burgemeester Scoop komt eraan. Dat was zo gaaf. Mag ik nog een keer? Tuurlijk mag dat. Maar eerst mogen de anderen er ook een keertje door. Hey Muk, wil je ook een keertje door de nieuwe automatische slagboom? Oh ja, graag, Bob. Wacht even, Muk. Als jij nu hier bent, wie is er dan? Wie is er wat, Scoop? Niets. Laat maar. Ik zie je zo wel. Wow, stop goed ernaast. Noodgeval. Iedereen aan de kant! Oh nee, wat is er gebeurd? Oh Scoop, wat heb je gedaan? Oh, je hebt gelijk, wat heb ik gedaan? Wat een zooitje. Wat zullen we nu doen, Bob? Aan het lek of aan de tegels? Nou, 1 ding is zeker, we krijgen de oprit nooit op tijd af voor de grote opening.
Het spijt me zo, Bob. Het is allemaal mijn fout. Ik had je over het lek moeten vertellen. Ja, dat is zo. Maar maak je geen zorgen, Scoop. We bedenken wel iets. Maar de tegels zijn allemaal gebroken. Het zijn nu net puzzelstukjes. Puzzelstukjes? Scoop, je hebt me op een idee gebracht. Gaan we nu naar huis om te puzzelen, Bob? Nee, Muk. We maken van die puzzelstukjes gewoon een supergekke bestrating. Klaar, team? Aan de slag! Stilte graag allemaal voor het onthullen van dit standbeeld van een van de grootste helden van onze stad. Klaar, Bob? Klaar. Ga je gang, liefie. Wat is dat? Hemeltje, ik moet de verkeerde foto hebben gestuurd. Dit lijkt mij wel op mijn laatste vakantie. Uh-oh. Nou, tenminste één.